Een herdenkingsmonument voor ons slavernijverleden is cruciaal. Daarom zal het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en onderzoek gevolgen van het slavernijverleden dat in oprichting is zich daar sterk voor maken. Johan Rooser, medeoprichter van dit Nationaal Comité, zegt dat dit monument ertoe moet bijdragen dat 1 juli op een waardige manier wordt herdacht. We hebben daarom in gedachten om eens eindelijk heel stevig te gaan werken aan, aan de oprichting van een Nationaal Monument Slavernij Verleden. We zullen criteria vaststellen. We zullen kunstenaars uitnodigen. Er zal een jury komen. De samenleving zal zelf ook mogen participeren in het uiteindelijk maken van een keuze. En zelfs waar het zal moeten komen te staan. Daarnaast hebben we dus zaken als hoe moeten we de cultuur van de Afro-Surinamers, hoe moeten we die cultuur, wat is er, moet er nog meer gedaan worden aan behoud en bescherming van de Afro-Surinaamse cultuur. Hoe is de doorwerking, wat zijn de medische en psychologische effecten van de doorwerking van de slavernij. Het belangrijkste doel van het Nationaal Comité is het organiseren van nationale herdenkingsactiviteiten. In de periode 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023. In 2023 moet het comité een onderzoeksprogramma naar het slavernijverleden gereed hebben. De aangehaalde zaken zullen dan binnen dit programma verder onderzocht worden.